President Chandrika Prasad Santokhi is gisteren aangekomen in de Canadese hoofdstad Ottawa, waar de Canada CARICOM Summit zal plaatsvinden. Op deze conferentie wordt vergaderd over diverse belangrijke vraagstukken. Regionale samenwerking en het versterken van handel komen ook aan de orde. De summit bestaat uit 4 sessies waarbij onder andere klimaatbestendigheid en het bouwen van duurzame economieën opgenomen zijn. De discussies zullen zich gedeeltelijk richten op de betrokkenheid van Canada bij de CARICOM-lidstaten in het opbouwen van klimaatveerkrachtigheid. In aanloop naar de COP28 klimaattop van de Verenigde Naties aan het eind van 2023 in de Verenigde Arabische Emiraten zijn deze onderwerpen volgens het Surinaams staatshoofd uiterst belangrijk voor ons land.